Let op, ik kan een trucje. Dat was een mooi trucje. Yo gasten, FIFA Mouse hier. En vandaag doe ik een soort van weetje tegen Dutch Point HD, oftewel Jurgen. Het wordt een pack and play discard weetje. We openen allebei 100k aan packs. En van de spelers die we uit de packs krijgen, maken we een team. En dan spelen we een potje tegen elkaar. En de verliezer van dat potje moet zijn hele team discarden. Dus ik hoop natuurlijk dat ik ga winnen. En misschien krijg ik ook wel een paar goede spelers uit de packs. Maar dat zullen we zien. Dus, let's go. Nou, we gaan eerst dus 100k aan packs openen. En hopelijk kan ik iets krijgen. Ik verwacht niet heel veel, maar we zullen wel zien. Nou, mijn eerste pack en ik krijg Honda. Die kan ik misschien nog wel gebruiken. Het ziet er wel redelijk uit. Nou, tweede pack en ik krijg... Nee, dit is niet al te best. Volgend pakketje en dit ziet er al ietsjes beter uit. Allemaal wel redelijk goed. Nou, Alaba, skip. Oh, en ik krijg Mkhitaryan. Dat is een super chille speler, dus daar ben ik echt heel blij mee. Lekker snel, goed in dribbelen, die ga ik zeker gebruiken. En ik krijg nu ook nog Son, dat is ook nog een super chille Bundesliga speler. Oh, ik krijg gewoon Rodriguez. Dat is echt wel super nice. Ik had echt niet verwacht dat ik nog zo'n speler zou krijgen. En nog een super snelle Braziliaanse speler. En wie krijg ik? Oh, Vargas. Weer een super chille speler en nog een super goede Braziliaanse zilveren kaart met 90 pace. Dat zijn twee best wel hele chille verdedigers. Ik denk dat ik ze allebei ook wel ga gebruiken. Twee keepers, dat is natuurlijk ook altijd handig. Ik kan nog niet eens één echt goede keeper krijgen. Na dit pakketje heb ik 100k aan coins opgemaakt. Dus dit wordt mijn laatste pakket. En hopelijk kan ik nog iets krijgen. En ik krijg... Oh, Boni, dat is wel een chille spits, dus die kan ik misschien nog wel gaan gebruiken. Dit is het team wat ik er uiteindelijk van heb gemaakt. Twee Braziliaanse supersnelle spelers. En dan heb je op mijn middenveld rechts Mkhitaryan en links Son. En dat zijn ook twee enorm snelle spelers. En natuurlijk de held Rodriguez. Dus ik vind dat ik voor 100k nog best wel een redelijke team heb kunnen maken. Wojo, hij heeft echt een veel betere teamgeest als mij. Joran verliest. Wat denk jij? Waar jij haalt het lef vandaan? Jij zo hier praten met mij? Wauw! Ik ben benieuwd en... Oh! Hij heeft gewoon Neuer gepakt. Daar heeft hij best wel heel veel mazzel mee. En verder valt het team wel mee. Maar als ik win, moet hij gewoon Neuer discarden. Dat zou echt sick zijn. Nou, let's go. Hopelijk kan ik winnen. Oh nee, pak hem af. Nee, hij is er door. Nee, nee. Oh, sick redding. Doe hem weg. Nee, 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 nee. Goed zo. Oh, hij heeft nog steeds een kans. Schiet hem weg dan. Oh, weer goede redding. En oh, gelukkig. Donders wat een kans had hij daar. Oh, heb ik ook een kans. Ik ben er door en schiet. Oh, goede redding. Misschien kan ik hem nog pakken en... Oh, nee. Nou, sliding. Oh, dat was een hele harde overtreding. Kijk, dat knijder uit. Hij valt ook heel uit. Daar heb ik best wel mazzel dat ik geen rood krijg. Oh, nee, nee, nee. Doe hem. Oh, gelukkig. Daar schoot hij echt vet ver naast. Maar dat maakt mij natuurlijk helemaal niks uit. En het is nu rust. Het staat nog 0-0. En we hebben allebei eigenlijk niet heel veel kans gehad. Hopelijk wordt de tweede helft iets spannender. Oh, lekker hakje. En schiet. Oh, hij werd nog aangeraakt. Helaas geen goal. Oh, nee, nee. Oh, shit. Hij is door. En oh, dat hij die miste, joh. 1-1 op de keeper. Ik had eigenlijk al verwacht dat hij erin ging. Net naast. Oh, daar heb ik echt veel mazzel. Oh, steekpaasje. Ja, nu ben ik er door. Omheen en schiet. Ah, nee. Wat een super slecht schot was dat. Daar had ik eigenlijk moeten scoren. Vrije trap op een mooie plek. En... Ah... Het scheelde niet eens zo heel veel. Nou, het scheelde eigenlijk nog best wel veel. Nou, lekker eromheen rennen en schiet. Oh, ze keeper misschien kan het nog. Oh nee, pak hem, pak hem. Ja, ah, oh, shit. Weer niet. Mooie paas. Ah, net iets hard, maar... Ah, oh, nee. Net te harde steekpaas, waardoor hij er net niet meer goed bij komt. Helaas. Deze wedstrijd is nu 0-0 geworden. En er waren niet heel veel grote kansen. Ik heb wel redelijk wat schoten, maar de meeste schoten waren van redelijke afstand. Maar omdat het gelijk is geworden, gaan we nu nog een potje spelen. En degene die als eerst scoort, heeft gewoon gewonnen. Dus eigenlijk een soort van golden goal. En ik hoop natuurlijk dat ik als eerst kan scoren. Ik heb Boni en Vargas voorin gezet, omdat die iets beter kunnen afmaken. En ik heb Honda op het middenveld ook gezet.
Ik hoop dat dit iets beter gaat spelen, maar ja, we zullen wel zien. Nou, daar gaan we weer. En Jurgen natuurlijk weer met zijn noobnaam. Nou, hij heeft ook een kleine aanpassing gedaan. Hij heeft volgens mij alleen Evra linksachter nu gezet. En voor de rest is het volgens mij gewoon hetzelfde. Nou, kaboom en oh, meteen al een redelijk schot. Maar Neuer, daar kom je natuurlijk bijna niet langs. Maar dat was mijn eerste kans van de wedstrijd al. Oh, nee. Oh, en oh, dat scheelde echt een klein stukje. Daar had ik al bijna verloren. Oh, met Benie en geplaatst. Oh, ja. Bam, net voor de rust. 1-0. Ik heb gewoon gewonnen. Yes. Ik hoef mijn team niet te discarden. Hij moet zijn team discarden. En gewoon Neuer. Die volgens mij nog wel 150k waard is of zo. Dus dat is voor hem heel erg behalend. En ik vind het alleen maar mooi. Er waren weer niet veel kansen. Ik had wel meer kansen. Dus misschien ook wel een beetje terecht gewonnen. Maar ik ben nu echt blij. Want ik mag gewoon mijn teampje houden. Ondanks dat ik niet eens echt één hele goede speler heb. Behalve Rodriguez. Jurgen heeft trouwens ook een eigen versie van deze weetje opgenomen. Die zal hij uploaden op zijn kanaal Dutchpoint HD. Ik zal de link even in de beschrijving zetten. En ik zou zeggen, check dat ook even. Ik vond dit een heel leuk filmpje, want ik heb natuurlijk gewonnen. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Zo ja, doe gewoon een duimpje omhoog. Maar tot slot, ik zie jullie later, bazen. Vanwege Ibarbo speel ik FIFA. Na na na.